Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd Urk Flavor Boys gespeeld op zaterdag 15 oktober 2016. Wedstrijdsponsor is de Rabobank Noordoostpolder Urk. Gebaseerd is op vertrouwen www.langmaat.nl. Wedstrijdpoel. Zaterdag stond de 43ste ontmoeting tussen de beide kempanen op het programma De Derby van Flevoland. 42 keer eerder gespeeld en de balans is volledig in evenwicht. 14 keer wonnen beide ploegen en 14 keer speelden beide ploegen gelijk. Hier ziet u een actie van de pupil van de week, Gerwin. Die doelman Rodney Rozing van Flevo Boys passeert. Dan de wedstrijd. In de beginfase natuurlijk twee aftastende ploegen. En hier een beetje een paniekerige opruiming van een Flevo Boys verdediger. Corner die voor Urk Duits vuur komt, levert niks op. Dan is het toch Flevo Boys wat in de eerste 10, 15 minuten het heft in handen neemt. Urk had wat moeite met de speelstijl van de ploeg uit Emmeloord. Die sinds dit jaar onder leiding staat van trainer Ines Schotanus. Hier een lange bal van de verdediger van Flevo Boys. En dan is het plotseling William de Boer die een duel uitvecht met Klaas Kramer, de verdediger van Urk. Klaas kan niets anders dan aan een klein noodremmetje trekken. Dat levert hem een gele kaart op al na 3 minuten in de wedstrijd. De verdediger van Urk die deze zaterdag ook zijn 100ste officiële wedstrijd speelde in het shirt van SV Urk. De vrije trap genomen door Tjeerd Korf. Wordt zij het een beetje moeizaam gered door keeper Cornelis Kofferman. Maar dan is het zo langzamerhand dat Urk het heft overneemt. En hier is het Gerrit Tol die iets wat onbesuisde bal over het doel van keeper Rodney Rozing jaagt. Maar vanaf een kwartier in de eerste helft was het Urk wat de klok sloeg. Dus het de voorzet van Rikkelt Jan Brans. Hessel Snoek die de bal terugbrengt. En dan lijkt in eerste instantie het gevaar geweken, maar is het Maarten Dijkhuizen die de bal terugbrengt. En Jelle de Boer die via de paal de bal uit het doel ziet stuiteren. Maar was de bal inderdaad niet achter de doellijn geweest? Hier kunt u het zien. En hieruit blijkt dat de bal inderdaad achter de doellijn geweest was. Niet opgemerkt door de assistent scheidsrechter en zo blijft de stand 0-0. Dus het Rikkelt Nijntjes die Rikkelt Jan Brans vindt aan de linkerkant. Een voorzet. En dan is het opnieuw Gerrit Tol die de bal mist. En dan is het Marine Snoek. Zijn schot gaat een klein metertje over het doel van de Flevo Boys. Zo staat er na een half uur spelen nog steeds 0-0 op het scorebord. Hier ziet scheidsrechter de gast geen overtreding. Dan kan Urk de aanval overnemen. Gerrit Tol. Marine Snoek. En dan gaat in eerste instantie mis. Dan is het opnieuw Jan Versloten. Marine Snoek. Hier Rikkelt Nijntjes. Die de spel verplaatst naar de linkerkant. Rikkelt Jan Brans. Zijn voorzet bereikt Hessel Snoek. Maar zijn kopbal gaat net langs de kruising van het doel van Flevo Boys. Opnieuw een goede kans voor Urk. Maar opnieuw niet benut. Jelle de Boer. Een hoge voorzet. Nieuw Hessel Snoek. En dan moet Lars Kleinstra de bal van de lijn halen. En blijft de stand nog steeds 0-0. Hier komt Jan Versloten niet goed uit met zijn passen. En ook gaat deze kans verloren voor Urk. En dan moet het altijd oppassen voor de counters van Flevo Boys. Maar ook William de Boer kan hier tegen een overmacht van Urken verdedigers niks uitrichten. Opnieuw Flevo Boys met een lange bal. En opnieuw is het William de Boer. Nu achtervolgd door Gert-Jan Nagel. De ervaren verdediger van Urk weet in samenwerking met zijn doelman Cornelis Kofferman ook dit gevaar.
te neutraliseren. William de Boer raakt wel geblesseerd bij deze actie, maar kan later gewoon doorspelen. Misschien was deze vrije trap van Tjerd Korreveld symptomatisch voor het spel van Flavor Boys in de eerste helft. Van Urk weer, dan versloten Maarten Dijkhuizen. Die passeert zijn mannetje. Gaat er zelf door en krijgt een prachtige schietkans. Het is Robin Rozen die met zijn benen redding weet te brengen. Ook Maarten Dijkhuizen begrijpt dat er misschien meer in had gezeten in deze aanval. Je ziet hier balverlies van Hessel Snoek. Het lijkt een gevaarlijke counter van Flavor Boys in de maak, maar William de Boer staat volgens de assistent scheidsrechter in buitenspelpositie. En daar is hij het zelf overduidelijk niet mee eens. Tjerd Korf. Aan de linkerkant een mannetje of drie van Urk passeert. Maar de kopbal van de aanvaller van Flavor Boys is te zwak om keeper Cornelis Kofferman in verlegenheid te brengen. Dan zijn we nu vlak aanbeland voor rust. Balverlies van Flavor Boys. Hessel Snoek, die ziet Gerrit Tol. En die lijkt te scoren, maar met een ultieme redding weet Rodney Rozink de bal achter de doellijn te brengen. En levert die aanval Urk alleen een corner op. Ruststand derhalve 0-0. En ook het eerste gevaar in de tweede helft is van Flavor Boys. Opnieuw een vrije trap van Tjerd Korf. Maar via de muur van Urk gaat de bal naast het doel van Urk. En het was heerlijk druk afgelopen zaterdag op Sportpark de Vonnet. Ruim 1600 toeschouwers genoten van een prachtige wedstrijd. En ook in het begin van de tweede helft was het toch Flavor Boys wat het iets beter van het spel had. Urk kon de bal niet lang genoeg in eigen bezit houden. Alleen wisten de Emmeloorders te weinig uit het overwicht te halen. Creëerden bijna geen kansen. Zoals uit deze beelden en dit schotje blijkt. Dan begint Urk toch weer zo langzamerhand het initiatief over te nemen. Dus is Jan Versloot, Jelle de Boer. Die in een velduel verwikkeld met de verdediger van Flavor Boys. Zoals dat de hele wedstrijd gebeurde. Dat Urk fel op de tegenstander zat. En ze daardoor geen kans gaf om fatsoenlijk op te bouwen. Hier kan Flavor Boys er weer even uit. Maar dan is het riekeltje aan Nalsi ten koste van een corner. Verder gevaar weet te voorkomen. Corner genomen door William de Boer. En dan is het bij de tweede paal Harvey de Boer. Maar die weet de bal niet op het doel te koppen. Zo is er een klein kwartier gespeeld in de tweede helft. De stand nog steeds 0-0. Hier een uitworp van Maarten Dijkhuizen. Bij Hessel Snoek. Hakje door de benen van het speler van Flevo. Een schot van Riekeld Nijntjes. En is het uiteindelijk Jelle de Boer. Die Urk op een 1-0 voorsprong weet te brengen. Alweer niet in buitenspelpositie. Moeilijk te zien in de beelden. Volgens Flevo Boys was dat wel het geval. Maar zowel de assistent, scheidsrechter als de scheidsrechter kent het doelpunt toe. Dus is natuurlijk na 64 minuten op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken, Jelle de Boer moet daarna gelijk gewisseld worden. Vanwege kramp. En hij wordt vervangen door Teun Hakvoort. Flavor Boys moet daarna natuurlijk de aanval zoeken. En de ploeg probeert dat ook. Zijn voorzet van Tjerd Korf. En lijkt er een overtreding gemaakt te worden op William de Boer. De scheidsrechter de gast liet doorspelen. En het commentaar op zijn leiding levert Aaron Nijboer en Frank Post allebei een gele kaart op. En ook aan de kant van Urk vielen de drie gele kaarten. De kaart van Klaas Kramer heeft u gezien. En ook Gert, Jan Nagel en Jelle de Boer kregen een gele kaart voorgeschoteld. Ja.
Het is die van Tjeerd Korf aan de rechterkant. Is het William de Boer en Cornelis Kofferman weet uiteindelijk een redding te brengen. Dan Urk weer. Via de linkerkant Rikot Jan Brans, Marien Snoek. In eerste instantie wordt afgestopt met het storen van Urk in de 16 van de tegenstander. Heeft het bijna nog een hele goede kans op. En is Maarten Dijkhuis aan de rechterkant die de bal opvangt. Een voorzet. Teun Hakvoort komt net een lengtetje tekort. Om de bal op doel te koppen is het opnieuw Marien Snoek. Speelt de bal net iets te ver voor hem uit. Dan is het ook het schot van Rikot Nijntjes miskracht en richting om gevaarlijk te worden. Dan gaat ook Flevo Boys wisselen. Dan hebben we hier de laatste gevaarlijke kans voor Flevo Boys. Maar het schot gaat hoog over het doel van Cornelis Kofferman. Zet Rikot Jan Brans met een uitworp op Teun Hakvoort. Dan zit hier weer het balbezit voor Urk. Dan wordt de bal breed gespeeld. En het spel verlegt naar de rechterkant. Maarten Dijkhuizen. Rikot Nijntjes die op Gerrit Tol. En die zit Teun Hakvoort vrijstaan voor het doel van Rodney Rozek. En de lange aanvallen van Urk weet de 2-0 op het scorebord te brengen. Kleine 10 minuten voor tijd. En dan lijkt de wedstrijd definitief beslist in het voordeel van Urk. Verslagenheid bij Flevo Boys. Vreugde bij Urk en de vele toeschouwers. Flevo Boys probeert dan met de moed der wanhoop nog iets te forceren. Maar het krijgt geen voet aan de grond bij de Urken verdediging. Hier een beetje slordig uitverdedigd van Rikot Jan Brans. Met de kosten van een overtreding weet hij deze avond te stoppen. Dan is het laatste gevaarlijke vrije trap van William de Boer voor Flevo Boys. En dan is het keeper Cornelis Kofferman die hoog boven iedereen uit de bal klem vast weet te pakken. En Lucas Zoekman gaat dan nog wisselen in het eind van de wedstrijd. Hier ziet u Ronald Wezerman voor Hessel Snoek in het veld komen. Even ervoor was Pieter Brans in het veld gekomen voor Jan Versloten. Hier nog een voorbeeldje van de dadendrang van Urk. Teun Hakvoort die vlak voor tijd gewoon door blijft storen. Maar daarmee wel balbezit voor Urk weten te verdienen. Dan speelt Urk de laatste fase van de wedstrijd professioneel uit. Je ziet ook scheidsrechter de gast en die fluit nu voor het eind van deze wedstrijd. En zo wint Urk de 43e derby van Flevoland met 2-0 van Flevo Boys. En kunt u nu nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. Ine, een verlies waar je van tevoren had gezegd, winnen is voor ons noodzakelijk. Het is niet gelukt, waarom niet? Een partij wordt op details beslist. Ik vond dat wij de eerste helft, met name tussen de 10e en de 25e minuut, heel veel moeite hadden met Urk. Ondanks dat we wisten dat ze via de vleugels veel doorkwamen, hadden we dat niet goed voor elkaar. Er kwamen een aantal kansen door. Dan mogen we met enig geluk zeggen dat we daar een nul hielden. Daarna vond ik wel dat we dat beter voor elkaar kregen. Dat Urk ook daardoor meer balverlies kreeg. We hebben best wel een aantal momenten gehad dat er kansen lagen in de omschakeling. En dat hebben we voor rust, vind ik, heel slecht uitgespeeld. Er was een situatie met Rodney, puur 1 tegen 1. Er was een situatie dat 3 tegen 2 was voor ons. Dat William volgens mij buitenspel staat. Er lagen wel mogelijkheden, maar dat hebben we niet goed uitgespeeld. Vervolgens krijg je vlak voor rust nog een dikke kans tegen. Door eigen ingooi zullen we even een hakje doen. Is niet heel handig. Daarna hebben we denk ik in de rust een aantal dingen wel goed aangepakt. Waardoor we Urk, vond ik, na rust beter bestreden. We zeiden ook, de goal kan nu aan beide kanten vallen. En eigenlijk was de 1-0 ook het breekpunt in de wedstrijd, vond ik. En ja, je zegt, waren we gelijkwaardig aan Urk de tweede helft? Dat hoor ik jou zeggen. Ja. Maar de kansen creëren, echt de drive om die wedstrijd naar je toe te halen, die miste ik aan de buitenkant. Heb jij dit ook gemist bij je elftal? Ja, ik vind dat wij de voorgaande weken in balbezit veel meer gebracht hebben dan vandaag. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat het misschien ook wel een kwaliteit van Urk. Dat is terecht, ja. En dan een nederlaag, 2 tegen 0. Een verdiende nederlaag. Als je heel de wedstrijd bekijkt, is mijn mening. Ben je dat met me eens?
Ja, na de 1-0, ik zei al van, ja, het gaat om momenten. Wanneer je zelf de 1-0, en dat had de tweede helft nog steeds gekund, want het staat 0-0, had hij ook aan onze kant kunnen vallen. Maar dan moet je gretiger zijn in de momenten die er komen. En ik vond het heel zorg in het uitspelen van mogelijkheden. Ja, en dan nu verder. Want ja, Flevo Boys had de doelstelling om ergens het linkerrijtje bovenste zes te eindigen, misschien wel meer. Hoe groot is op het ogenblik het vertrouwen nog bij jou en bij jouw ploeg? Waar moet je dat vandaan halen? Nou, we zijn er maar 9 wedstrijden onderweg. We staan niet op een positie waar we graag willen staan. Maar er zijn er genoeg aanknopingspunten om natuurlijk wel het vertrouwen te hebben dat we er gewoon tussen kunnen staan. En het gat naar waar we moeten staan is op dit moment een punt of 4. Voor mij staat Oranje Nassau nog op 10. We willen boven de streep in ieder geval zo snel mogelijk komen. En daar hebben we vandaag een mogelijkheid voor gehad en die hebben we niet gepakt. En betekent dat je de komende weken ook weer een andere strijdwijze gaat hanteren? Want je bent wat zoekende, 4-3-3, 4-4-2. Ja, iedere keer wat anders. Zeg je nu van, ja, het moet toch wat anders gebeuren? Nou, iedere keer wat anders. Als je goed geïnformeerd bent, dan spelen we dit systeem al een aantal wedstrijden. Dan zijn we redelijk snel van het 4-3-3 afgestapt. Ik vind nogmaals, ik denk dat het systeem dat het beste bij de kwaliteit past die wij hebben. Alleen, we moeten zorgen dat we minder domme fouten maken, want daar komt de 1-0 ook weg. Er is niks aan de hand. We staan 1-1 en dan willen mensen uitstappen en helpen en laten hun eigen man lopen. Ja, dat is gewoon heel lastig. Goed, in ieder geval dankjewel voor dit interview en wij hebben elkaar leren kennen. Ine, veel succes in het vervolg, met name met je elftal en het Flevo Boys. Ja, dankjewel. Ja, dan hier de winnende trainer Lucas Hoekman. Lucas, voor die tijd, en dat vind ik wel knap, zei je, we blijven gewoon spelen zoals we altijd doen. En dat is veel druk zetten. Flevo Boys wist dat. Het is jullie gelukt. Ja, daar moet je trots op zijn op zo'n elftal dat uit kan voeren en dat je de wil op kan leggen aan de tegenstander. Tegenwoordig zeggen heel veel trainers, ik ben trots op mijn team en dan gaan ze elkaar allemaal napraten. Maar ik ben inderdaad vandaag trots op de club, trots op het team. Wat er van de week allemaal gebeurd is met de veiling. En daar hebben wij gewoon nog een fantastisch slot aan kunnen geven vandaag. Dat klopt. En dan als je dan de eerste helft kijkt, ja, dan doe je jezelf heel veel tekort. Maar ik ga toch even terug naar die tweede minuut. Waar Klaas Kramer heel veel moeite heeft met William de Boer. En uiteindelijk komt het uit in een overtreding. Hij is de echte laatste verdediger op de rand van de 16. Heb je toen gedacht van, oh, dat kon wel eens rood worden? Nou, dat gebeurt bijna nooit in een wedstrijd. En ik vond het gewoon, kijk, Pip is natuurlijk een geweldige aanvaller. Gevaarlijk, vooral als hij dan ook nog vanuit het duel, hè, vanuit het contact met de verdedigers, zijn doelgerichte acties kan uitvoeren. En dat weten we. En behoudens dat momentje hebben onze verdedigers het gewoon voortreffelijk gedaan. Want Flevo Boys heeft natuurlijk met Tjeerd en met Pip en ook met Aaron Nijboer een paar ontzettend goede spelers. En dat zijn gewoon, het is een compliment aan de hele ploeg. Ons verdedigen begint voorin. Onze spitsen moeten er veel energie in gooien. En het was ook de manier om de counter van Flevo Boys, de omschakeling, te neutraliseren. En dan in die eerste helft, dan doen jullie jezelf wel tekort. Als je kijkt naar de kansen en het voetbal wat je speelt. 4 opgelegde hele mooie mogelijkheden creëren en 0-0 de rust in gaan. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat zeiden we tegen elkaar in de rust ook. Jongens, we hadden onszelf moeten belonen. En eigenlijk was de rust een nare onderbreking voor ons. Want we zaten prima in de wedstrijd. En dan moet je altijd weer afwachten hoe het gaat. Hè. Flevo Boys zit nog in de wedstrijd, 0-0. Die gaan ook iets bedenken. En hoe het dan na de rust weer uitpakt. En inderdaad, in het begin moesten we wat zoeken. Maar gelukkig konden we ons goed herstellen. Gingen weer voetballen. Niet te snel die diepe bal. Vlak bij elkaar blijven. Kort combinatievoetbal. En dat lukt ons steeds beter. En uiteindelijk dan wordt het 2-0. Doelpunt van Jelle. En daarnaast een schitterende goal van zijn plaatsvervanger Teun Hakvoort. Een hele mooie aanval. 2-0. Vorige week toen zei ik tegen je, ik heb een droom over 3 wedstrijden. Kun je ons nou nog deel? Toen wilde je dat niet vertellen. Ja, er is nog geen wedstrijd waar het over gaat. Wat heb je voor droom vorige week uitgesproken? Nou ja, laten we eerst zien dat die droom werkelijkheid wordt. En voorlopig zitten we nog in die droom. Zo is dat. Nou, dan volgende week zal hij daar misschien antwoord op geven. Of over 14 dagen naar de wedstrijd thuis weer dronten. Deze derby is in ieder geval beslist. In het voordeel van Urk. Een verdiende overwinning zoals iedereen heeft kunnen zien. Dank jullie wel en een hele fijne middag nog.